zover nagedacht. U kan tegenwoordig immers alles leren. Overal is wel een cursus voor. Maar als u met uw partner aan het einde van de avond een romantische strandwandeling maakt en u wilt haar of hem dan kussen, dan komt u er opeens achter dat u een groot probleem heeft. U kunt namelijk helemaal niet kussen. Nou, voor u nu is deze cursus. Let op. Als ik mijn nieuwe vriend bekijk, ik kom hier nog op terug. Het is een echte man. Maar als hij mij beetpakt, dan blijkt dat ik niet kussen kan. Het is voor mij een groot probleem, telkens als ik zoen. Hoe kom ik hier toch overheen? Wat moet ik hier aan doen? Zij was angstig en onzeker. Dat lossen wij voor jou op, vrouwtje. Zij was zielig, werd steeds bleker. Voor haar is ook die cursus. Vanavond nog zoenen, volg dan onmiddellijk onze cursus kussen. Vul nu gauw de bon in, ruk hem uit de gids en stuur hem op. Het is belangrijk dat u een paar zaken op een rijtje zet voordat u gaat zoenen. Is uw adem nog fris? Zit er nog shawarma tussen uw tanden? Misschien heeft u niet eens tanden. Heeft u wel de juiste deodorant? Of gebruikt u insecticide? U zult zich wel afvragen wat er gebeurt als u eenmaal echt aan het zoenen bent. Ik moet er niet aan denken. Staat uw mond wel wijd genoeg open? Blijft uw polyester eetdoek wel op zijn plaats zitten? Zit uw toepet wel vast? Ja, dit zijn zo van die onderwerpen die wij in de cursus kussen gaan behandelen. Zal het misgaan met mijn centerbal? Maar niet met zo'n cursus. Is zijn neus te groot? Gaat het net gesmal? Dat geeft niks. Past mijn lip? Problemen zult u niet hebben als u onze cursus volgt. U zult merken dat het u een heel eind op weg helpt. De eerste les. U pakt uw partner met beide handen beet. Uw lippen hebben al de kuspositie ingenomen. Als u geen partner bij de hand heeft, kunt u ook oefenen op een huishoudhandschoen, een gootsteenontstopper, een schoonmoeder, een schildersezel of een akela. Smeer dan nu uw lippen in met bijenwas, tijgerbalsem, siliconenkit of buitenbijts, maar dan binnen. Breng nu de lippen naar elkaar. En zoen! Vul in die bond en stuur op! Ik heb nu geen problemen meer. Ik ook niet. Ik weet nu hoe het moet. Dankzij de cursus kussen. De cursus kussen is echt te gek. Dacht ik wel. Want nu doe ik het goed. En als mijn vriend nu bij me komt, haha, dan merkt hij het verschil. Oh ja. De kwal. Ik kus hem hevig. Ik kus hem waar ik wil. Maar voorzichtig. Op het schoolplein. Op jouw schoolplein. Bij de voordeur. Of bij mijn voordeur. Voor de koffieshop. Of leunend op een kolenschop. In de D-trein. En durf te zoenen. Voor de supermarkt. Of bij de warme bakker. Bij het vrouwencafé. Desnoods. In het bejaardentehuis. Of bij je moeder thuis. Op de schommel. Het dondert allemaal niet. Mensen, het